De tracklisting. Ja, ik denk dat veel mensen wel interessant vinden om te weten hoe ik mijn tracklisting heb bedacht van het album. Want toen ik de tracklisting online postte, vroegen wel veel mensen van hoe ben je hier opgekomen? Want het lijkt wel een verhaal aan zich, gewoon de tracklisting achter elkaar. Nou ja, het is, ik heb dus eerst een verhaaltje geschreven, of een gedicht eigenlijk, meer over het thema van het album. Dat zijn ook de twee tussenstukken in het album geworden, Logging In en Going Under. En na die Logging In komt de titeltrack, Black Mirror Society. Black Mirror Society gaat over het feit dat ik in dit album mijn mening ga laten zien over social media. En dan vandaar ook dat hopelijk mijn mening mensen gaat triggeren. En daarom ook Let's Save the World, Join Me. Dat voor mensen een soort van eye-opener gaat worden van het album. Dus dat is een introductie eigenlijk op het verhaal wat er gaat komen. Dan de track daarna is World of Distortion. De tekst die ook me begint gaat over het feit dat de wereld distorted is, dus niet meer zo hoort te zijn als dat het bedoeld is, in mijn ogen. Dus dat is eigenlijk gelijk een duidelijke aankaarten van het probleem, in mijn ogen. Daarna gaat hij naar Runaway. Runaway is meer een aankaarting van, ja, je kan niet van jezelf wegrennen, dus je kan niet van je problemen wegrennen. En ja, dat is dan het probleem, vind ik. Dus ik heb daar een track gemaakt over het feit van, ja, je moet wel het probleem aankaarten bij de mensen en ook voor jezelf. Daarop volgend is Drift Away. Drift Away is net weer wat anders. Het gaat niet meer zozeer over het directe probleem wat ik daarvoor beschreven heb, maar meer over het feit van een resultaat van het probleem. Dus dat je de kan voorkomen dat dus mensen van je weglopen omdat je zo verzonken bent in de neppe digitale wereld. Na Drift Away komt Circles and Squares. Circles and Squares is wat meer positief juist, qua lyrics. Die heb ik geschreven op het feit van, maar ook wat er ook gebeurt. We blijven altijd bezig met creëren, we blijven altijd bezig met leven. En ook al gaat het leven kut, het maakt niet uit. Iedereen probeert er altijd bovenop te klimmen en daar gaat Circles and Squares over. Daarop volgend is gelijk de track Make the World Go. Zijn. Dus het spreekt ook vrij voor zich. Daar heb ik ook bewust wat trapstukjes in gedaan, omdat er in de hip-hop altijd juist over geld gaat. Dat vond ik wel een leuke link om wat te doen. Daarna komt Lost in the Moment. You feel it coming down? You feel it on your spine? Heb ik zo bedacht omdat als je veel geld hebt, kan je wel gewoon verloren zijn in het moment. Dat je gewoon niet meer weet wat nou realiteit is en wat niet. En dat het gevoel is denk ik wat de bedrijven soms hebben. Dat ze gewoon alleen maar geld willen verdienen en uiteindelijk helemaal niet meer nadenken of dat het werkelijk wat nut heeft voor de mensheid. Of überhaupt nut heeft voor iemand. Daarna komt United States of Amnesia. Die heb ik meer geschreven.
geven om het feit van ja, soms lig je daarom wel eens, als je dus echt ja, verloren bent in het moment, dat je soms juist een keer juist een soort reality check krijgt, waardoor je echt nachten wakker kan liggen van ja, wat is er nou allemaal gebeurd en hoezo? En dat is ook waar die amnesia op slaat. Van ja, er is heel veel gebeurd en je was helemaal verloren in het moment en je weet eigenlijk helemaal niet meer waarom dat je het doet. Daarna heb je Kill the Future. Die is ja, vrij logisch. De lyrics zijn heel plat. Ik heb gewoon letterlijk als lyrics heb ik zo'n, weet je wel, zo'n oude Microsoft Sam stem in laten spreken van why are we here? Why are we sharing our boring lives? Ja, dat is uiteindelijk gewoon de vraag waar het uiteindelijk om gaat. Dat iedereen maar gewoon als zombies shit aan het sharen zijn online. Helemaal niet na te denken van waarom dat ze dit doen. En eigenlijk worden ze gewoon keihard misbruikt door bedrijven om maar geld te verdienen zonder dat ze het doorhebben en dat ze het nog niet eens meer doen omdat ze het zo zelf zo leuk vinden of zo. Ja, daarna komt We Are The Future. Dat is weer een complete kanteling in het verhaal waarmee ik probeer duidelijk te maken van ook al gebeurt dit allemaal op het moment in het leven, we vinden toch wel een weg naar de toekomst. En ooit zal dit dus, hele social media vooral, ooit zal het verleden tijd zijn. En kijken we er naar terug van waarom waren we eigenlijk zo.